Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik gebruik trouwens ook dit voor mijn haal, Curlala. Deze heb je bij de Kruidvat voor 8 euro. Mensen zeiden dat het goed was, andere mensen zeiden dat het niet goed was. Het hangt af van je haar. Ik vind hem prima. Hij maakt mijn krullen meer krullerig. En maakt mijn haar echt minder pluizig en droog. Hij geeft alleen geen volume, dus als je iets zoekt voor volume moet je iets anders gebruiken. Maar dit is echt, tot nu toe gaat het goed, maar ik moet het nog even uittesten. Ik heb het pas 3 keer gebruikt ofzo. In ieder geval, zoals je al kunt zien, geen make-up op, omdat dit weer een challenge video wordt. Ik ga me helemaal opmaken met alleen concealer. Ik heb het gezien bij andere YouTubers, maar ik vond het wel een leuk idee om te gaan doen. Het is alleen een beetje dramatisch, want ik heb niet echt een concealer in mijn huidskleur die ik als foundation kan gebruiken. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Maar ja, mijn laatste challenge was de doe je make-up omgekeerd challenge. Als je die nog niet hebt gezien, kijk even hier. Dat was echt een puinhoop. Dus ik hoop dat dit wat beter zal gaan. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon snel verder naar de video. Nou, als ik me ga opmaken begin ik altijd met mijn wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen heb ik vaak al gedaan. Ik laat het niet vaak zien in video's. Maar ja, omdat dit dus een ander soort video is, ga ik het wel laten zien. Nou, voor mijn wenkbrauwen ga ik de LA Girl Concealer gebruiken in de kleur Chestnut. Ik ga het gewoon opdoen als een soort van pomade. Dus ik ben benieuwd. Eerst even de haartjes omhoog borstelen. Het enige wat ik op mijn gezicht heb is een dagcrème, meer niet. Ik gebruik een kwast van de HEMA. Het is gewoon een wenkbrauwkwastje met hiervoor een kammetje en hier dan het kwastje. Ik gebruik normaal een hele zwarte kleur voor mijn wenkbrauwen, dus dit wordt iets lichter. Maar we gaan er gewoon mee werken. Het is echt heel vloeibaar. Oké, de kleur is echt heel verkeerd. Maar ja, we gaan gewoon door. Ik heb echt hele donkere wenkbrauwen en deze bruine kleur is toch nog best licht. Omdat hij toch nog best licht is, ga ik het met deze concealer afmaken. Deze van Makeup Revolution is de kleur C14. Deze is iets donkerder volgens mij. Ja, en hij is ook iets minder warm. Ik ga het gewoon helemaal afhalen. Ik heb toch niks op mijn gezicht, dus who cares. Ook een beetje inkleuren. Normaal kleur ik het in met een wenkbrauwpoeder van Wet n Wild. Maar ja, dat mag nou niet. Kijk die kleur. Het gaat op zich best goed, alleen die kleur is echt niet te doen. Nou, nu ga ik de andere kant doen. Kijk, hij is echt donker. Alleen ja, op mijn wenkbrauw is hij dus licht. Of zo. Nou, dan ga ik het met dezelfde concealer, alleen deze is de kleur C5, even onder strak maken. Dit gaat echt weer een puinhoop worden, echt. Ik zie alweer. Ik had dit dus gezien bij een ander meisje op YouTube. En bij haar ging het echt best wel goed. Maar zij had ook een hele donkere concealer. Dus haar wenkbrauwen waren gewoon de juiste kleur. Ja, dit was de donkste die ik heb. Nou, ik moet zeggen dat de vorm best oké is. Alleen ja, die kleur, zoals ik al zei. Nee, dat gaat niet veranderen. Nou, het is soort van gelukt. Dan gaan we verder met foundation. Ik denk dat ik mijn Maybelline Age Rewind ga gebruiken als foundation. Dit is de kleur light. Hij is denk ik wel te light, maar dit is mijn meest donkere foundation. Even een beetje hier doen. Ja, hij is echt licht. Misschien dat ik hem ga mixen met deze. Ik ga het gewoon op mijn hele gezicht aanbrengen. Dit wordt denk ik echt een droge boel. Ik heb ook geen primer of zo die ik kan opdoen. Ik ga een beetje van deze er tussendoor doen. Maar echt maar een heel klein beetje. En met mijn beauty blender ga ik het gewoon aanbrengen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat worden. Nou, de donkere concealer maakt het wel echt iets donkerder, gelukkig. Ik heb wel eens gehoord dat er gewoon echt meiden zijn die echt concealer gewoon echt als foundation gebruiken. Ik doe dat echt nooit. Ik wist ook niet dat mensen dat doen. Doen mensen dat echt? Laat me weten in de reacties. Als er iemand hier is die dit nou kijkt en die dat doet. Want ik ken echt niemand die dat doet. Oké, je moet wel echt snel werken, want concealer wordt echt heel snel droog. Hier op mijn voorhoofd is hij nou eigenlijk iets te droog. Nou, ik heb de concealer overal aangebracht. Het is wel ja, een beetje lichter dan mijn huid, maar het is best oké. De kleur matcht in principe wel een klein beetje. Hij is alleen echt iets te licht, maar het kan er wel mee door. Nou ga ik gewoon concealer aanbrengen onder mijn ogen, zoals normaal. Ik gebruik mijn Catrice Camouflage Concealer in de kleur 020. Nou, dit is dan niet echt heel anders dan normaal. En met mijn beauty blender gewoon uitblenden. Het is hier bij mijn wenkbrauw echt super droog. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien op camera. Mijn gezicht is echt heel droog. Echt, ik moet echt een beetje Fix Plus hebben ofzo. Nou, nu we toch met concealer in de gang zijn, laat ik maar ook een beetje contouren slash bronzen. Hiervoor gebruik ik weer dezelfde concealer als die ik gebruik voor mijn foundation.
Ik breng altijd maar een heel klein beetje aan. En dit blend ik uit met mijn Boosycast. Dit is de 3Fit 100. En ik druk het er altijd gewoon zo'n beetje in. Ik ga nou ook iets hoger ermee, omdat het ook een soort van bronzer gaat zijn. Omdat ik dus niet mag bronzen, is dit gewoon mijn bronzer. Ik ga mijn beauty blender gebruiken, die blendt toch beter. Kijk, ik had echt maar een heel klein beetje gedaan en kijk hoeveel al komt. Als je deze concealer gebruikt als contour, want ik heb hem ook echt gekocht als contourkleur. Maar het is gewoon concealer, dan moet je echt maar een heel klein beetje aanbrengen, anders wordt het echt een mes. En dan doe ik het hier weer eerst met de kwast om het een beetje uit te blenden en dan weer met mijn beauty blender. Want mijn haar zit echt in de weg. Oh, het is echt een puinhoop. Ik ben er echt nu al klaar mee. Ik breng een beetje concealer aan op mijn neus ernaast, want dit gaat wel mooi in elkaar blenden. En dan ga ik het met de beauty blender weer in elkaar blenden. Zo, nou is het wel klaar. Nu heb ik een soort van gecontoured slash gebronst. Nou ga ik verder met de ogen. Ik denk dat ik gewoon een eyeliner ga forceren met concealer. En dan gebruik ik weer gewoon deze concealer. En dan gaan we kijken. Ik breng dit met dezelfde kwast aan als voor mijn wenkbrauwen. Ik ga ook echt voor een hele dramatische wing. Nou, het is gelukt. Ik had hem wel iets donkerder gewild, maar ik heb gewoon geen donkere concealer. Nou, ik ga even mascara op de neppe wimpers en dan kom ik zo terug. Nou, daar ben ik dan weer. Ik vind dat het er nog best goed uitziet. Vooral met wimpers. Ja, alleen echt de wenkbrauwkleur. Ik heb ook deze Orange Collector van LA Concealer. Ik wil die misschien gaan doen als blush. Ik ben bang dat dit de look gaat verpesten, maar who cares? We gaan gewoon verder. Ik gebruik het gewoon een beetje als liquid blush. Oké, er kwam iets te veel uit. Nee, oh my god. Ik ga een beetje weghalen. Oké, ik heb gewoon net de look verpest. Het ging zo goed. Ach, misschien kan ik het nog redden. Oké, het ging zo goed. Kijk, het ging zo goed. Nou, nou moet ik die kant ook doen, anders mesh het niet. Er kwam dus hier ineens te veel uit. Nou, ik ga het hier ook doen. Oké, ik wil de zogenaamde cream blush doen. Dit is hoe je het niet doet. Ze moeten dus niet. Ik ga een beetje concealer die ik als foundation heb gebruikt erop doen hoor. Dit is trouwens ook een trucje voor als je gewoon een keer te veel liquid blush op doet. Doe gewoon een beetje foundation er terug op. Als je nog geen cream blush hebt gedaan dan, anders wordt het echt een bende. Oké, nou is het wel iets minder. Oh, dat is echt lelijk. Oké, ik ga de concealer die ik onder mijn oog had gedaan nog een beetje hier extra doen. Want oh, dat is echt lelijk. Ik moet dit echt oplossen. Ik moet zeggen, die Catrice concealer hieronder, hij kriest helemaal niet, zodat ik helemaal niet heb gepoederd. Dat is echt een goede concealer. Zo, hij heeft het ook echt goed opgelost. Echt. Props voor de Catrice concealer. Die is echt goed, jongens. Die heb je gewoon bij de kruid gehad. Nou is het best oké. Okay. Nou is het gewoon alsof ik een beetje blush op heb. Oké, okay, ik dacht echt, dit gaat niet meer te redden vallen, maar op zich heb ik het best goed opgelost. Nou, ik heb geen glimmende concealer, anders kan ik wel highlighten, maar ja, dat bestaat niet. Nou gaan we voor de lippen. Ik heb nou een balmpje op, die moet eraf. Misschien dat ik deze kleur doe als concealer. Als lipstick bedoel ik. Dat is misschien wel leuk. Ik ga deze mixen. Ik ga deze als soort van potlood gebruiken en deze in het midden. Oké, ik heb besloten om het niet met deze te mixen. Ik ga het met deze Lancôme concealer mixen. Dit is in de kleur 02 Beige Sable. Dit is totaal niet mijn concealer kleur, vandaar dat ik hem nooit gebruik. Maar ik denk dat die hiervoor wel mooi gaat zijn voor mijn lip. En dan heb ik een beetje een ombre soort van effect. Ik vind het oprecht best mooi. Alleen die lichte concealer is niet echt heel dekkend. Je blijft mijn huidskleur doorheen zien. Mijn lipkleur bedoel ik. Je blijft mijn lipkleur er doorheen zien. Nou, Lancôme dekt niet genoeg. Ik pak weer een andere. Ik pak weer die ik als foundation heb gebruikt. Ik doe hem gewoon gelijk op mijn lippen. Deze dekt beter. Nou, het is een hele bruine kleur geworden. Het is een hele bruine make-up look geworden. Zo, nou heb je de lipkleur gezien met alleen maar bruine kleuren. Is best wel mooi. Ik ga het nou toch ook met deze doen. Gewoon om te zien hoe het dan wordt. Oh mijn god, ik vind het echt mooier. Ik had gewoon meteen dit moeten doen. Nou, normaal moet dan nou setting spray, maar dat mag ik nou niet gebruiken. Wat vinden jullie van de look?
Ik vind het oprecht best oké geworden. Je kunt wel bedenken hoe droog mijn lippen nou zijn. Hè? Ik vind dat, ja, ik zou zo nooit over straat gaan. Ik ga het er ook zo meteen gewoon weer afhalen. Maar ja, ik vind mijn lipkleur echt heel mooi. Ik ga echt met mijn lipsticks zo'n soort kleur mixen. Zo, nou kunnen jullie het van wat verder afzien. Het is in ieder geval een minder grote puinhoop dan mijn vorige challenge video. Dat was echt... Ik was blij toen ik klaar was. Dit ziet er echt oprecht nog best oké uit. Dus mocht je ooit je foundation zijn vergeten of je cream blush zijn vergeten. Of ja, de cream blush. Ik weet niet echt of ik dat aanraad, maar hè. Of lippen. Ben je lipstick vergeten? Gebruik gewoon concealer, joh. Kan je niet gekker worden. Nou ja, bij deze dus de Full Face Concealer Challenge. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Vind ik altijd leuk. Leuke reacties vind ik ook leuk. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doeg!